Op een gemiddelde werkdag reizen ruim 1 miljoen mensen met de trein, die gezamenlijk een 500.000 kilometer afleggen. Om dit mogelijk te maken, moeten de treinen goed onderhouden worden. De meeste treinen worden na verloop van tijd niet vervangen, maar gerenoveerd. Zo is de nieuwste dubbeldekker niet meer dan een gemoderniseerd jaren 90 model. Bij zo'n renovatie worden treinstellen getakeld, compleet gestript en opnieuw ingericht. Maar hoe ziet zo'n enorme klus er eigenlijk uit? In Achtergesloten Deuren nemen we een kijkje in de werkplaats in Haarlem, waar deze oude treinen nieuw leven in wordt geblazen. Een investering van circa 450 miljoen euro. In deze hal komen de oude modellen binnen, waar ze van hun wielstellen worden afgehaald en vervolgens op een onderstel getakeld dat weer geschikt is om door de fabriek te rijden. Wat wij hier echt doen is het grote reviseren en vervolgens moderniseren van de trein. Dus hij komt ook pas na 20 jaar bij ons binnen en kan er dan ook weer een jaar of 20 tegenaan. Innovaties als bijvoorbeeld sneller draadloos internet vallen niet onder deze revisie. Al wordt hier in een ander project wel aan gewerkt. Ook het opladen van mobiele telefoons in de tweede klasse gaat nog niet gebeuren. Maar geduld wordt beloond. In de series die in 2021 aan de beurt zijn, komen stopcontacten in alle klassen. Nadat de onderstellen zijn verwijderd, worden de rijtuigen volledig gestript tot een soort spooktrein. Ondertussen worden alle onderdelen opgeknapt om later weer terug te plaatsen. Behalve de stoelen. Deze worden allemaal vervangen. Bijvoorbeeld door loungebanken die we al zien in een aantal gereviseerde treinen. De futuristische hangtafels, tribunes en kantoorruimtes gaan we in deze serie niet vinden. Deze concepten worden momenteel wel onderzocht, maar blijven voorlopig nog even toekomstmuziek. Die lege trein gaat naar de casco-afdeling. De casco-afdeling last daar verschillende nieuwe punten in, omdat er nieuw interieur in komt. En vervolgens gaat hij naar de schilderafdeling om de buitenkant ook te voorzien van het nieuwe uiterlijk zoals de treinen nu rondrijden. Nadat de trein in de nieuwe kleuren is gespoten, wordt op ieder rijtuig handmatig de logo's van de NS gestickerd. Om de twee dagen komt hier, net als bij de andere afdelingen, een nieuw rijtuig binnen. Op deze manier werkt iedere afdeling in 12 dagen een volledige trein af. Nu de buitenkant af is, is de binnenkant aan de beurt. De opgeknapte onderdelen worden teruggeplaatst en veel elementen die zijn vervangen worden gerecycled. Zo worden oude vloeren sinds kort verwerkt in voetbal- en tafeltennistafels. Na 10 weken heeft de Intercity het hele proces doorlopen en is de trein klaar om de fabriek te verlaten.